Jullie spelen allebei in Győr. Daar is deze zomer het Europees Jeugd Olympisch Festival. Hoe lang speel je al bij Győr? Dit is ons tweede seizoen. Dus bijna 2 jaar. Allebei? Ja, klopt. We zijn tegelijkertijd gekomen en we hebben nu ook weer samen verlengd. Wat is het voor stad? Het is een kleine stad. Het is, op zich hebben we best wel wat inwoners, maar het is geen wereldstad. Maar op zich is het wel een leuk stadje. En zijn de mensen een beetje sport-minded? Ja, en helemaal zeg maar handbal. Het is wel echt een handbalstad. Maar wij zijn wel heel erg sport-minded. Zwemmen is ook heel populair. Veel goede zwemsters, kanoën, zeg maar, ja, roeien, wat zeg maar alles op de rivier gebeurt, is ook wel populair. Dus ik denk dat er wel veel animo voor is. Leeft het EOF al een beetje in Hongarije? Hebben jullie er al wat van gezien? Ja, zeker. De stad is behoorlijk bezig om alles op te pimpen en alles mooi te maken en te promoten. Dus ik denk dat alles wel goed gaat komen. Ik denk dat er wel veel publiek op afkomt. En gaan ze dan een beetje tekeer? Ja, dat kunnen ze wel, ja. Je moet geen ruzie met ze krijgen. Ik heb nooit aan een EOF meegedaan, maar veel meiden van mijn lichting, die hebben wel een EOF gespeeld. Jessie, Kramer, Debbie Bond, Laura van Heijden, Danique. Ja, dat is wel een aantal meiden van het Nederlands team. Ja. Ja. Hebben jullie nog wat tips voor de Nederlandse sporters die naar Győr gaan? Nog leuke tips? Nou, misschien lekker koelassoepje eten. Niet te dicht op de wedstrijd, maar moet je zeker proberen. Ja. En misschien wat Hongaarse woordjes leren. Want niet iedereen spreekt heel goed Engels, dus een paar woordjes zouden goed zijn. Ja. Oké, en wat voor woorden dan? Kussen om zeepen is hartelijk bedankt. En Heira Holland, Hup Holland, is ook wel een goeie. Ja. En goedemiddag is Jonapot. Ja. Tot slot, hebben jullie tijd om te komen kijken van de zomer? Ja, dat weten we nog niet. Nee, het ligt aan onze voorbereiding. We weten nog niet precies wanneer we beginnen. Dus als we eind juli, denken we. Dus dan zijn we misschien net aan en dan zijn we er.